Vakbondswerk stopt niet bij de landsgrenzen. FNV-leden zetten zich dan ook al jaren in om arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren in landen waar deze slecht zijn. Zo ondersteunt Brenda Born vanuit haar werk in de kinderopvang de grootste vrouwenvakbond in India, SEBA. Don Kitse en Wim Dekkers geven veiligheidstrainingen in Wit-Rusland, Turkije en zeer recent in Colombia. Zij delen graag hun kennis en ervaringen via het nieuwe platform solidariteitsprojectenfnv.nl. SEBA zorgt met name voor inkomen, arbeidsomstandigheden verbeteren, ziektekostenverzekering, sociale zekerheid en ook kinderopvang. Ik heb nu SEBA Nederland opgezet, waarin we proberen om naastbekendheid van SEBA in Nederland te vergroten. We proberen kinderopvangprojecten in India te adopteren. En ik heb zelf ook nog SEBA Design opgezet. En ik koop spullen in die gemaakt zijn door de SEBA-vrouwen in India. En de gehele winst van de verkoop gaat terug naar India, naar de kinderopvangprojecten voor die vrouwen. Iedereen die samenwerkt, die wil gezond naar huis gaan, hè, gezond naar zijn kinderen gaan, oud worden, geen beroepsziekte krijgen. En die basis, hè, die heeft iedereen. In het kader van veiligheid en gezondheid hebben wij dus ook een handboek geschreven. Waarom hebben we een handboek geschreven? Want uiteindelijk moeten mensen het ook zelf gaan doen. Toen we in het begin naar Wit-Rusland gingen we eigenlijk zoals ieder vakbondslid naar Wit-Rusland ging. We hadden wat mooie voorbeelden uit Nederland, we hadden schitterende verhalen hoe het beter kon. Maar alleen werkt dat niet. Als we iets willen doen, moeten we structuur aanbrengen. En moeten we eigenlijk gefaseerd te werk gaan en eigenlijk er langzaam maar zeker iedereen bij betrekken. Als je het over de allerarmste vrouwen in India hebt, dan heb je het ook over de onaanraakbare eigenlijk. Dus eigenlijk hebben die vrouwen daar gewoon helemaal niks meer. Maar doordat SEBA ze geholpen heeft, hebben ze dus inkomen. Ze kunnen gewoon voor hunzelf zorgen, maar ze kunnen zelfs de school voor hun kinderen betalen. En dat zijn resultaten waar de vrouwen heel trots op zijn. Nou, het meest trots ben ik op is dat ook vrouwen en jongeren op een gegeven moment enorm betrokken raken. Die het handvest in de handen nemen en dan ook daadwerkelijk aan de slag gaan. Die zijn het meest gemotiveerd en ja, die willen de wereld voor zich, maar ook voor hun collega's veranderen. Ik denk dat het platform een goede manier is om de projecten te promoten, de projecten vorm te geven en van elkaar te leren. Het leuke van deze website is dat het interactief wordt. Dus dat als ik zeg van ik kan erop zetten dat ik op markten sta, maar ik kan ook zeggen dat ik presentaties geef. Mensen kunnen erop reageren, kunnen vragen stellen. Mijn netwerk wordt daardoor groter, maar ook de naamsbekendheid van SEBA wordt daardoor groter. We staan heel open. Die methode van ons is niks geheim. Iedereen mag hem gebruiken. Een internationale project is de beste manier om dat sociale gezicht van de vakbond, waar je overal in de wereld andere vakbonden, andere mensen helpt, om hun positie te verbeteren. En dat moet je dus delen met je leden en je kaderleden. En daar moet dat platform toe leiden. Wil je meer weten? Kijk dan op solidariteitsprojectenfnv.nl. Het kennisplatform van FNV'ers die een wereld van verschil maken.